Enige dus de jongens tot 16 jaar reed dus die ene Francesco Plankaert mee. Inderdaad de nieuwste wielertelg uit het rijke geslacht Plankaert. Zijn voornaam heeft hij aan Francesco Moser te danken. Tegen Eddy Plankaert moet hij papa zeggen. Tegen Walter en Willy oom en Jo mag hij gewoon Kosse, Kozijn of neefje noemen. Al is Jo meer dan 10 jaar ouder. Hier komt de zoveelste guitige Plankaert in een duet met zijn papa. Er was eens in Vlaanderen een familie met een roemrijk verleden. Een familie van winnaars. Ze resideerden in Nevelen, een kleine entiteit tussen Oostende, de hoofdstad van de badsteden, en Brussel, de hoofdstad van het land van de cocktails. En iedereen kende hen. Willy, Walter, Eddy, Jo, allemaal grote ridders van het stalen ros. Zo'n geslacht met faam mag niet uitsterven. En zo kwam het dat op een dag een nieuwe ridder klaarstond. Francesco was de naam, genoemd naar de grote ridder uit het verre Italië. Het was nogthans lang wachten op de interesse van Francesco. Vorig jaar was dat echt een vraagteken en een verrassing. En wie is wielrenner geworden? Ik heb hem vorige week nog gevraagd, wat vindt u er nu van? Zou het u nog kunnen missen? Stel dat je nu iets anders kunt gaan doen, waar dat die niet zo zwaar is, waar dat je alleen minder moet voor doen. En dan zijn antwoord was kordaat, ik zou het niet meer kunnen missen, zegt hij. Ja, waarom ben ik eigenlijk begonnen? Mijn kozijn koerst en iedereen koerst al op Plankaerts. Ik voel me vijfjes verplicht om te koersen, dus ja. Wat zijn jouw sterke punten in de wedstrijd? De sterke punten, de spurt, vijfjes van alles. Ja, spurt is zeker mijn specialiteit. En feitelijk, als ik in vorm zit, zou ik wel durven solo rijden ook, maar vandaag is dat natuurlijk te moeilijk natuurlijk. Hè. Zijn koersdoorzicht is niet echt 100%, maar hij is bijzonder snel. En als hij een goede positie kan kiezen, dan heeft hij veel kans om te winnen vandaag. Vooral als, ook als, zelfs als het massaspurt is. Maar hij moet een goede positie kunnen kiezen. Dus zijn sterkste punt is snel recupereren en goed spurten. Bijzonder goed spurten. Maar ik denk niet dat hij zo snel is over de vier plankaars daarvoor. Willy, Walder, Jo en ikzelf. Ik veronderstel dat hij iets trager is, maar dat hij makkelijker bergop zal rijden. Dat hij makkelijker alleen zal voorop rijden. Dat hij meer een andere type renner is. En zijn sterkste kwaliteit, moet ik toch zeggen, dat zijn toch eigenlijk zijn eenvoud. Want die is bijzonder eenvoudig. Francesco moet als schildknaap nog veel leren vooraleer hij bij de grote jongens mag meestrijden. Maar hij heeft ambitie. Vader Eddy reed een knap palmares bij elkaar. Maar Francesco droomt van andere wedstrijden. Die niet zo direct passen bij de carrière van de Plankaerts. Plankaerts verwacht hij in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Francesco wil iets anders. Tour de France interesseert mij zeer veel, al sinds. Tour de France is feik, ja. Eén koers op mijn feik is feik, gans iets anders. Dan kon mijn vader zeker niet winnen. Mijn vader was meer de koers van Parijs-Roubaix, die eendagswedstrijden. Dus de Tour zal me zeker vast interesseren, maar dat is nog een lange weg natuurlijk. Dat is nog, ja. Als dat zou kunnen, dat er ergens een zo'n keer een ander type renner naar voorschijn komt, een ronde renner. Dat zou bijzonder mooi zijn. En stel dat hij iets kan gaan bereiken in de Tour of zo, dat zou bijzonder zijn. Dat is voor mij mijn fantasiedroom. Het is waarschijnlijk daarom dat hij Francesco af en toe extra verwendt. Ik moest de Kluisberg een paar keer aan mogen rijden. En achter vijf keren zat ik echt kapot. Het was dus achter de koers nog dat ik op de Kluisberg moest rijden. En dan zei ik, kom maar nog een paar keer. Echt. Dan was ik wel kwaad te worden. En verder met een potje koffie, ik mag er de kluis naar omhoog rijden. En ik zit er af te zien. Maar Francesco pakte de titel niet vandaag. Vader Eddy deed dat ooit wel. Voorbestemd om coureur te worden. Een familieverhaal van de hand van Chris Picavet. Tijd